Hij heeft ongetwijfeld gezegd, nou jongens, ga vooral door met kussen. Op zijn plat Amsterdams of in zijn charmante Frans. En de foto is onderdeel van een serie. En wat ik hier graag wil laten zien is hoe zo'n serie tot stand komt en wat uiteindelijk de keuze van de fotograaf is. Je ziet hier op de eerste twee foto's dat Van der Elske aan de overkant van de straat loopt met een lange lens, dus met een telelens. En eigenlijk een beetje stiekem een kussend stel fotografeert. Loopt er daarna op af, komt dichterbij. De eerste foto houden ze op met kussen, maar ongetwijfeld heeft hij gezegd, jongens, ga maar door. In de fietsbel van de brommer kan je op een gegeven moment ook Van der Elske zien dat hij zijn arm helemaal in de lucht houdt om een foto van boven te maken. En hij staat er op een gegeven moment echt heel dichtbij. De laatste foto is een foto van de kus. En die is zo vol recht voor zijn raap dat uiteindelijk de foto is geworden die het Van der Elske heeft gekozen.